Op mijn duetalbum heb ik ook Danny de Munk had ik ook gevraagd. En Danny die was op dat moment was heel erg druk met, volgens mij was het destijds met voetbal of zoiets in dat jaar 2014. En Danny zei, ja, ik vind het superleuk om te doen. Alleen ja, het lukt me nu niet om dat samen echt fatsoenlijk te produceren en samen te maken. Ik kon me eigenlijk wel voorstellen natuurlijk dat hij een heel druk schema had. Want hij was natuurlijk, ja, hij was ook weer overnieuw bezig met de productie van Siske, zeg maar. De deel 2, zeg maar. Voor zijn theater toe was hij ook mee bezig. En ik dacht, ja, nou ja, ik heb er eigenlijk toen niet meer bij nagedacht. Ik dacht, ja, hij heeft toen een keer nee tegen me gezegd. Misschien komt het er wel niet van, misschien komt het er wel van, we zien het wel. En ik ben echt gewoon trots en vereerd natuurlijk dat hij dan toch uiteindelijk gewoon heeft gezegd van, ja, ik vind het superleuk om dat te doen. Toen heb ik hem ook uitgenodigd, net als wat ik bij Frans en Peter en de andere artiesten ook heb gedaan. Ik heb ze uitgenodigd bij mij in de studio. En hebben we het gewoon ook gemaakt. Gewoon echt gewoon samen geproduceerd. Van dit willen we erin, we willen daar de trompet erin, daar een gitaartje erin. We hebben het ook echt gewoon samen geproduceerd. En nou ja, het resultaat is gewoon geweldig. Want Danny heeft hem pas nog in Curaçao. Want die was rond de feestdagen was hij in Curaçao, zeg maar, rond de kerst of zo, kerstnieuwjaar. En stuurde me meteen een filmpje door. Kijk, mensen zijn er nog steeds wild op. Dus ja, hoe mooi kan het zijn dat je Danny gewoon een jongen uit Amsterdam en ik gewoon hier uit Brabant. En dat je dan samen zo'n mooie hit maakt en die eigenlijk gewoon provincieloos is. Want ja, het is geen Noord-Holland, het is geen Brabant, het is gewoon lekker Nederlands.